Pascal Bos gaat morgen de mooie wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Het eerste wat opvalt is een klein groepje. Ja, we hadden vandaag 17 jongens en twee goalplayers. Twee keepers op het veld staan. Inclusief zijn er twee jongens van onder 21 die we erbij bij hebben moeten nemen. Dus een klein groepje. Maar ik denk nog steeds een groep die goed genoeg is om morgen in staat te moeten zijn om 3 punten mee te nemen uit Deventer. Ja. Opvallend was bijvoorbeeld Erik Schouten, die er normaal wel bij was. Die was er niet. En Tom Boeren heeft ook nog een blessure, hè? Ja, Tom is helaas geblesseerd geraakt. Dat ziet er niet top uit. Dus ja, die zijn we kwijt. Ik heb geen idee hoe lang het gaat duren. En Erik die is niet 100% fit, dus die gaat ook morgen gewoon niet halen. Dus die zal volgende week waarschijnlijk wel weer fit zijn, maar voor morgen is het niet fit genoeg. Doken Schmid, we zien je nog altijd trainen met een masker, tegen Ajax alweer ingevallen. Maar ben je weer helemaal hersteld? Ja, ik train, ik moet nog met masker trainen. Alleen... Ja, het herstel van vorige week ging niet om de neus, maar ging omdat ik ziek was. Dus ik heb vorige week niet de hele week kunnen trainen, vandaar dat ik vanaf de bank begon. Dus, maar nu alles weer goed. Ja. Wel met het masker nog? Ja, dat moet van de dokter. Dus 4 tot 6 weken volgens mij. Dus nou, daar zit ik nog niet op. Dus dat moet voor de bescherming moet dat masker nog op. Ja. Is dat heel hinderlijk om met zo'n masker te voetballen? Nee, het is niet heel hinderlijk. Alleen ja, het liefst doe je het natuurlijk niet, maar qua zicht en zo heb ik er geen last van. Dus het liefst doe je het zonder, maar het is nu niet anders. Ik denk dat we deze week een goede week gehad hebben. Ik denk dat we goed getraind hebben, goed tactisch getraind ook naar morgen toe. Dus ik denk dat die jongens echt morgen in ieder geval de klaar voor zijn om morgen de wedstrijd te spelen. Vind je het wel fijn dat je na deze wedstrijd even de gelegenheid hebt om te herstellen vanwege het interlandweekend? Nou ja, het mooie is, we hebben natuurlijk een aantal jongens die dadelijk waarschijnlijk een uitnodiging gaan krijgen voor de interlandperiode. Ik denk dat het als club zijn natuurlijk fantastisch is als je jongens opleidt en eigenlijk ook international maakt. Dus dat is heel mooi. Hoeveel te zijn, dat durf ik nog niet te zeggen. Daar zullen we maandag meer over weten. Maar dat het lekker is als we eens eventjes een... Nou, enerzijds geen competitie hebben is misschien wel lekker om te herstellen. Iedereen weer een beetje kan aansluiten qua fitheid. Maar ja, aan de andere kant, als je in de flow zit dat je wedstrijd wint, en zitten we helaas nog niet. Maar als wij nu een Go Ahead kunnen winnen, dan zou je ook wel door willen. Dus het is een beetje gemengd. Jullie hebben wel gezien hoe zij het onder andere tegen Ajax gedaan hebben. Sowieso de laatste week een lastig bespeelbare ploeg, denk ik, Go Ahead, hè? Ja, klopt. Nou ja, ze staan volgens mij ook gewoon in de middenmoot en ze doen het gewoon heel goed. Ze hebben een paar hele mooie resultaten ook geboekt. Ook tegen grote ploegen goed gedaan. Ik heb er zelf een jaar gespeeld. Ik weet hoe de thuiswedstrijden kunnen zijn. Dus dat doen ze heel goed. Volgens mij ook een goede trainer. Dat hij heel duidelijk is en in wat hij wil. En dat je dat ook terugziet op het veld, hoe ze spelen. Ja. Je zegt al van je weet hoe het daar thuis kan gaan. Over het algemeen spelen zij op de counter. Verwacht je dat ze dat tegen ons ook zullen doen? Ik heb geen idee. Ze hebben altijd wel echt een duidelijk plan en het kan zomaar weer anders zijn. Alleen dat zullen we zien. Zullen we zien zaterdag. Het is een goed georganiseerde ploeg. Ze spelen natuurlijk best wel wat verdedigend, altijd. Met 5 verdedigers. Maar dat doen ze heel gegroepeerd, heel goed. Dat is wel hun kwaliteit. Dus ik vind het wel echt wel een knap prestatie ook van hun. Net zoals dat het voor ons is, is het voor hun een knap prestatie hoe zij het verdedigend neerzetten. Alleen, ik denk dat wij de wedstrijd hier thuis, waarin ze ook zeg maar, verdedigend speelden, toch nog 5 goals maakten. Het werd 5-2. Dus ik denk dat wij zeer zeker kansen gaan krijgen, ook morgen als zij zullen gaan verdedigen. Ja. Wat dat betreft scheelt het misschien wel dat jullie ze kennen als geen ander. Ja, nou goed, misschien ook wel. Maar goed, iedere wedstrijd is weer anders. En, we spelen nu natuurlijk in de Adelaarshorst. Vol stadion. Dus dat zal ook weer een aparte wedstrijd worden. Maar. Volgens mij gaat er bij ons ook een vol uitvak mee. Dus dat is ook super mooi om mee te maken. En ik denk dat wij gewoon echt wel klaar voor zijn voor morgen voor de wedstrijd. Ja. Twee volksclubs tegen elkaar. Jij weet natuurlijk hoe dat is. Nou, ik vind het prachtig. Ik denk dat dit van oudsher hele mooie clubs zijn. Met een fanatieke aanhang. Zowel bij Cambuur als bij Go Eagles. Dus dat is denk ik wel een hele mooie. Zal een hele mooie sfeer morgen in Deventer hangen, denk ik. Ja, dat is gewoon veel mooier uiteindelijk dan zo'n leeg stadion. En zo'n uitvak. Die horen we eigenlijk elke wedstrijd horen we die bij een uitwedstrijd. Dus. Als die er zijn. En gelukkig zijn ze er nu weer. Dus dat is alleen maar mooi voor ons.